Het wrak van de bekende goslaar zal uit de Suriname rivier worden gehaald. Dit vertelde Kees Boende, coördinator projecten op het ministerie van Openbare Werken, bij de presentatie van het jaarverslag van de organisatie. De coördinator geeft toe dat het verwijderen ook geen gemakkelijke job zal zijn. Dat is moeilijk te voorspellen. Het is, als het gebeurt, is het een groot risico. Dus je gaat absoluut moeten voorkomen dat het gebeurt. De mast die monitort dit al jaren, dus het plaatje wat ik heb laten zien, zie je die gap 8 meter. Dat is aan de bovenkant van de geknikte boterhoud. Maar we hebben het idee dat die boot inderdaad totaal gesplitst is. Dus niet alleen van boven, maar totaal gesplitst. En het mechanisme is ook duidelijk, dat heb ik daarnet ook gezegd, aan de kop en de staart van het schip krijg je slijpgeulen. En dat gaat tot 14, 15, 16 meter diep zelfs. En daar glijdt hij in. En dan krijg je weer slijpgeulen. Dus hij beweegt op die manier. Wanneer het dan in een vaargeul terechtkomt, daar hebben wij geen prognoses van gemaakt. Wij hebben, of liever gezegd, de mast en wij ondersteunen dat. Nee, het is nodig dat dat wrak verwijderd wordt. Boender zei verder dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de goslaar niet wordt verwijderd. Hij stelt dat daarom maatregelen getroffen moeten worden om het wrak van de plek waar het al decennia zit te halen. De goslaar die beweegt. De mast die meet dat ieder jaar en het beweegt richting oostelijke vaargeul. Hoe komt dat? Aan beide kanten heb je behoorlijke slijpgeulen, zal ik maar zeggen, door de stroming. En daar glijdt hij in, daar glijdt hij naartoe. De mogelijkheid bestaat volgens de mast dat de oostelijke vaargeul, we hebben daar twee, oostelijk-westelijk, geblokkeerd geraakt. En dan is de haven en verder niet meer bereikbaar. Dat doemscenario, dat willen we niet. Dus er zijn stappen genomen om hem te laten verwijderen. Er is een aanbesteding geweest, een pre-qualification met prijzen. U ziet het, de hoogste is 64, haast 65 miljoen. De onderste Vermeulen is 5,3 miljoen, maar die is gedisqualificeerd. Die scoort onvoldoende. Degene die wel kwalificeert en de laagste is, is kolencontractors uit Nederland. Volgens Boender lopen er onderhandelingen met de aannemer die het werk zal verlichten. Als alles goed zit, kan het wrak volgend jaar al worden verwijderd.